Ai, ai, maatjes. Er zit in ons groepje, de eerste groep die de cursus volgt, een echte piraat. De mensen die op het forum zitten, die zullen het al wel gezien hebben. En zijn foto staat erbij. Zijn naam is Captain Jack. En speciaal voor Captain Jack, hij heeft een tijdje moeten wachten, want het is nu al, ik denk, les 4, reeks 4. Speciaal voor Captain Jack gaan we vandaag een zwaard leren maken. Ik heb al op cursussen geweest waar het zwaard echt het allereerste figuur is dat ze maken, omdat het is nog veel gemakkelijker dan een hondje. Maar ik begin met het hondje omdat je het gevoel van een ballon al een beetje moet krijgen aan een tijd. En het zwaard gaat voor u peanuts zijn, maar ik ga het u toch eens laten zien. We pakken een ballon, gelijk welke kleur, en we pompen hem zo goed als helemaal op. Zodat er niet te veel spanning op staat, dat we er ook nog een klein deutje op hebben. Ja, knoop erin. Ik ga jullie twee zwaarden leren in één keer. Wat vinden we daarvan? Twee lessen voor de prijs van één. We beginnen het simpelste zwaard. Pak gewoon een bubbel, de grote speelt echt geen rol, maar maak een bubbel, in deze geval zijn dat drie vingers. Dan maken we een loop. En ik maak mijn loop zo. Ik ga even van dichterbij laten zien. Met mijn vingers aan de binnenkant, dan weet ik dat straks de andere ballon er nog door kan. Dus ik maak de loop zo. Dan maak ik hier. Dan maak ik dus de twist. En dan pas maak ik de loop. Dan hebben we dit. Een uiteinde en een loop. Dan pakken we de rest van de ballon. En die duwen we door die eerste loop. Shaka. En tada. De eerste zwaard is klaar. Zo simpel is het, zo snel is het. En dit is een zwaard waarvan het voordeel is dat het niet krom gaat staan aan een tijd. Sommige zwaarden, en het volgende zwaard dat ik u ga leren maken, is er zo eentje. Sommige zwaarden kunnen loskomen. Dit zwaard komt niet los. Daar mogen ze mee vechten zoveel als ze willen, zwaaien zoveel als ze willen. Dat blijft altijd in vorm. En het is een heel snel, heel eenvoudig zwaard. Wat je kan doen om het een beetje af te werken, is die eerste bubbel. Maak daar een pinch twist van. Ik weet niet of dat bij deze nog gaat. Omdat ik hem een beetje groot gemaakt heb. Nou, voilà. Zo. Begin met een pinch twist in plaats van met een grote bubbel. Dan is er ook geen knoop aan. Oké. Veel vechtplezier. Zwaard nummer 1. Daar gaan we niet op tekenen, dat hoeft niet, een zwaard heeft geen oogjes. Ja? Zwaard nummer 2. Zwaard nummer 2. Opnieuw, oh sorry, slechte gewoonte. Opnieuw, bijna volledig oppompen. Zo, tot als we weer een klein puntje hebben, want zwaarden zijn scherp. Ik heb een scherpe punt nodig. Ah ja, in de knopenvideo heb ik uitgelegd, als je niet trekt moet knopen, eerst een beetje lucht eruit laten en de ballon een beetje verder vastpakken. En dan kunnen we knopen. Ik ga jullie nog een extraatje leren bij dat zwaard, want het zwaard is zo eenvoudig dat het dom zou zijn dat ik er geen extra lesje zou bij insteken. Ik ga jullie de appeltwist leren. De ballon die je net hebt opgepompt, hou die bij. En kijk nu gewoon even. Doe niet mee, want anders gaat er een ballon aan verspillen. Ik ga jullie even kijken of ik een... Ja, ik heb een volledig doorzichtige ballon. Ik ga daarmee jullie de appel twisteren. Een beetje dichter komen, want dit is, een beetje moeilijk. Het is trouwens echt een ballon. Hè. Het lijkt op iets anders, maar het is een ballon. Een appeltwist maken... dat doen we zo, we maken onze vinger nat. Ik doe dat normaal niet, maar soms gaat dat gemakkelijker. Dus vinger nat maken en je duwt de knoop in de ballon. Zie je dat? Dan pak je langs de buitenkant die knoop vast en je haalt je vinger er terug uit. Oké? Okay? Zie je dat je hem er volledig terug uit hebt? Als er nog stukjes vinger in blijven zitten, dat is geen zicht. Houd de knoop vast. En dan draai je
dat uiteinde dat je daar hebt opgezet, dat is dus waar je vinger uitgetrokken hebt, en dan kun je dat in principe, als je genoeg gedraaid hebt, loslaten. Waarom dit een appeltwist heet, ga ik u dadelijk laten zien. Maar dat is een manier om de knoop te verbergen, want kijk, nu zit de knoop, is weg. De ballon heeft geen knoop. Waarom dit een appeltwist heet... Oh, de ballon is helemaal weg. Ik ga er een groene pakken, want appels zijn meestal groen. Of toch vaak. Sorry, weer die slechte gewoonte. Ik ga het heel vlug even doen. Waarom dat een appeltwist heet, zie je hier. Kijk eens. Is dat geen mooie appel? Dat vind je een fruitmandje. Ah, het heet ook niet alleen, dat heet niet appeltwist. Het heet ook nog tuliptwist. Tuliptwist. En ik ga je ook laten zien waarom dat een tuliptwist heet. Ik blaas de pomp de ballon een klein stukje op. Niet veel. Ja, zo heb ik het uitgelegd. Lekker fris. We duwen de knoop in de ballon. En nu gaan we een tulip maken. Ik ga de knoop niet vastpakken hier, maar echt hier aan het uiteinde. Voilà. Dus nu zit de knoop daar. Ik draai er een beetje aan. En dan duw ik het uiteinde met de knoop terug. Een beetje terug erin. Voilà. En... we hebben een mooie tulp. En ik denk dat ik de beer hier nog ergens... Ja, ik heb hier nog de beer. En wat kun je nu doen met die tulpjes? Je kunt ze in een vaasje zetten. Maar... je kunt ze ook laten vasthouden door een beertje. Zo. En op die manier kun je een heel bosje bloemen maken. Allemaal verschillende gekleurde tulpjes. En dat is een super mooi cadeautje. Dat denk ik toch. Ik vind dat zelf heel leuk. En om de beer meer tulpjes te laten vasthouden, maak van zijn arm gewoon één loop. Maak gewoon één grote arm die dan het hele bosje tulpjes vasthoudt. Maar we waren bezig over het zwaard. Ik zou het nog bijna vergeten. En de reden waarom ik jullie nu die tulip of appeltwist geleerd heb, is omdat ik graag dit soort zwaard begin met een appeltwist. Het is niet noodzakelijk. Je kunt ook gewoon beginnen te draaien zonder die appeltwist, maar dat is een klein beetje versiering. Pak onze vinger. Maak er een klein appeltwistje in. Dus duw de knoop erin. Houd de knoop vast door de buitenkant. Vinger er terug uit en twisten. 1, 2, draai maar een paar keren. En dan wordt het, doe ze maar goed tegen elkaar, dan gaat hij niet vanzelf loskomen. Dan neem ik de maat van de hand van het kind. Ik zeg dat ik dat doe, maar dat maakt me niet zoveel uit wat je doet. Maak gewoon een bubbel, 5 vingers, 6 vingers, 3 vingers. En nu maken we een S, zoals bij de zwaan. Zo, zorg dat links op. Voilà. Een S, zoals bij de zwaan. En zorg dat links en rechts, vanuit dat middelpunt, even groot is. En we draaien dat samen. En geloof het of niet, maar we hebben weer een zwaard. Poepsimpel, heel gemakkelijk en geloof me, het is superleuk. En misschien dat ik nu wel een beetje naar mijn eigen ga vechten. Ja. Salut!